Maar waar wordt abort op? Smaak je Focus. Welkom bij een nieuwe Sosa Review. Vandaag zijn we bij restaurant Ramses. Kijk het hier. Jullie weten, ik ben nooit alleen. Never. We zijn er altijd. Waar moet je brengen? Ik ben vandaag bij niet. We zijn bij Ramses. We gaan bij eten, grote Julia. Het is geen loesbeden of zo, man. Maar praat met ze. Jullie weten het. Het is bij de kanaalstad van Amersfoort. Fully. Alles. Egyptian food? Is er. Kapsalon? Is er. Sperrit? Is er. Pasta? Is er. Oma? Is er ook. Big Boss? Is er ook. Alles? Yes. Ja? Yes. Oh, okay. Maar vandaag is het anders, mensen. Je ziet het. Geen tegenstand, we zijn tweeën. Vandaag heb ik het simpel. Maar waarom? Vorige keer, bla bla bla. Toto, alleen pasta koken. Vandaag ga je bij Special Tijd echt zien. Maar, wacht, Ik ga wel komen, kom, ik ga open. Je ziet het, we zijn in de keuken. Patrick Kitchen, de echte en one and only. Hallo. Maar waar wordt op bord op? Smaakcreatie? Creativiteit. Smaakprestatie? Focus. Maar wat gaan we eigenlijk koken? Hallo, hamburgers. Ken je dat? Burgers. Patat. Maar de ingrediënten? Kijk het hier zo, kijk het aan. Hier de shots. Jullie zien het, de ingrediënten voor de burger. Ben ready, man. Eerlijk, ik wil iets aanraken, is die handen wassen. Ja, toch? Dat is nummer 1. En ten tweede, we gaan steenpapier schaar doen. Ah, nog. Oh. Je ziet mensen, zo, kijk eens, Afrikaan, met geweld, je moet rustig, corona moet dood. Hij is dom, alleen zijn corona zit in zijn anu. Domme kerel. Kijk eens, wat is het? Je hebt het apparaat, hè? Ja, maar ready, man. Apparaat. Steen, papier, schaar. Weet doe je het? Dit is gewoon schaar, nee. Je hebt gewoon een kleine schaar, alles, bro. Oké, laatste keer, ja. Wat doe ik? Ja, een goede burger, een grote burger. Ik ga een beetje freestylen, ik kan niet precies zeggen wat. Want ik ben meer van het moment. Maar ik denk met ei, zo een beetje boven een topping. Ei erbovenop. Sla, komkommer, lekker sausje, tomaat. Heb je een geheime tactiek? Ik heb een sausje die wel een geheime sausje. Oké, weet je wat ik sta hier? Lekker. Oké. Even serieus, ik denk dat Sos voor mij kan winnen. Het is mijn compagnon, maar vandaag heb ik een kantelen, bro. En sowieso, ik weet, bro, ga ik aardappelen met schil zijn deur. Kinderachtige dingen. Ik ben vaak bij Loetje geweest, dus ik weet die broodjes. Begrijp je, groot. Er zit maar eieren tussen, burger, groenten en zo. Hallo. Omo kan niet koken, kan niet aan. Het is nog een kleine jongen, begrijp je? Hij is de ene keer om neem me mee naar de McDonald's en ik geef hem happy meal, begrijp je? Met het danootje. Ik heb nog een schil op achtergrond, zie je? Achtergrondkilletje. Kleine jongen, die moet je zij gaan laten. Zulke boys van Frank de Boezar op de bank zetten, begrijp je? Die gun ik nu nog, hè? Af. Maar, hé, hey, dus ik mag die challenges gewoon niet. Ik ga erover nadenken, Vier. Wat heb ik nog mee nodig? Hé, wat doe jij, broer? Je moet mijn paar dingen pakken, vriend. Ik ga die ook pakken, wat denk jij? Die man pakken, die ding, broer. Geen spraak, nee. Oeh, hij pakt mijn ding in. Kom, man. Je ziet het, gehakt. Ik heb geen gehakt op. Ja, bro, waarom pak je dit? Waarom pak je? Je hebt al genoeg gepakt, bro. Bro.
Maar goed, aardappel. Nee, hoeft niet, hoeft niet, hoeft niet. Waarom? Kievit mag geen aardappel hoor. Die moet pakken alles, hè? In die aardappel. Oké, okay, mensen, jullie zien het. Camera kan je wat dichterbij komen. We gaan ook met dit beginnen. Oh, ik heb geen mes gepakt. Hoezo zijn mensen al open? Mijn, dit zijn allemaal dingen die dit gaan spelen zo, weet je. Jongens, kijk hier, boerenfriet. Ken je dat? Kijk, ga niet veel praten gewoon. Kijk. Hé, hey, Joe. Joe, kijk eens even. Kijk, Joe. Joe. Dit zijn die boys, bro. Ze praten zoveel, maar zijn wisselspelers. Ja, dit is niet onmogelijk, niet presteren. Ja, echt lastig, man. Lastig dit. Mensen, deze man is zo raar. Kijk. Hij heeft mijn patat gewoon gebroken. Kijk hier, die zit gewoon een mes zo. Jij bent zo raar, hè? Jij bent echt raar. Kom maar hier, wat ben je gaar, hè? Hij is kinderachtig. Ik zweer het, hé. Ik kom terug van die interview 1 op 1. Ik kijk naar mijn patat, is gewoon gescheurd. Hij kan er gewoon niet stop, tegen. Nee, joh, stop met die gang, man. Je kan je van handen noemen. Nee, echt, man. Je bent echt raar, man. Dit is echt. Hé, hey, jury, je ziet het, hè? Dit moet je allemaal meenemen in de beoordeling. Ik zweer het. Ja, je wilt de jury zijn billen gaan. Nee, dat gaan meenemen in de beoordeling. Ik ben echt raar, man. Licht. Je licht. Zo die ook bij die. Hé, hey mensen, voordat jullie gaan zeggen in de comments, tomaten niet schoon, ik had het gewassen. Dit is een lief, bro. Hé, hey, jullie, ik heb het gewassen. Hele tomaat glim niet, glim nog. Oké, weet je wat, fuck it. Waarom ga je dit weer wassen? Had toch al gewassen? Je ziet het, mensen, oh, ik had het al een beetje gedaan. Ik ga echt een dikke burger maken, je ziet het. Twee grote burgers, grote jongens. Oh ja, trouwens, mensen, kijk hier. Weet je, we gaan die burger dik maken. Hé, hey, heb je die burger voor hem? Oh, je moet gewoon met je handen doen. Ja, alles nog voor. Ik heb nog praten, die burger. Maar wat is jouw probleem, Edee? Een beetje assistent nodig. Ja, toch, jullie zien het, een beetje zout en peper. Maar, oh, kijk de burger van die gast. Echt serieus. Hij drinkt nog cola. Mensen zitten, broer, mensen zitten nu al zout en peper. Mensen doen allemaal die bakplaat en nu al. Geen vader, bro. Daarom, is mijn manier. Maar je ziet het. Dit is nog een wifi! Look op! Ik heb nu vorm. Hoe zei ik dat? Pauw, movie, hallo. Ja, man. Ben je ready? We willen zien dat toch die uitjes. Kijk die uitjes even. Moet ik het pakken. Nee, zo gaan die halen, bro. Kijk, die toch, dit is zo saus, kijk eens. Dit zorgt voor, kijk eens, dit zorgt voor die zoetigheid erin, weet je, want het is een beetje aan de pittige kant, weet je. Geloof me, ik weet wat ik doe. Het ziet er misschien niet uit. Ik weet wat ik doe. Je ziet het, ik heb mijn burger net mooi gevormd, goed gedraaid. Dus hij staat nu lekker daar te koelen. Kijk. Hij Kijk eens. Jij weet wat je moet doen, kijk. Jij weet wat het ding van hem is. Die heeft hem gewoon... 200. Ja, ook 200. Helemaal aan 200 gezet, bro. Rustig. Zet even daar. Ik het hier gewoon. Dus hoe jullie zien? Die bak. Even zo'n... Wil je nog eens die bak? Nigerian pop. Hey bro, dit had ik liever niet gedaan die dag. Ik heb wel eens in mijn leven snoepjes stolen, hè? Wat is dat? Een snoepjes stolen. Kun je het toegeven, bro? Ja, geen wel. Kijk, dit was jong, toch? Ja. En Air Force was toen echt in, weet je toch? Ja. Maar, ik had geen Air Force, begrijp je waar ik ben? Ja. Dat gebeurt, hè? Je hebt stiekem Air Force met mijn lippen gepakt. Ja. Dank u. Nu, ik pak die patta van hem, maar hij zal nu komen die weekend, toch? Nu? Ik kom naar de huis toe, ik zie opeens zijn wagen staat buiten. Wat doe ik? Ik ga om die flat heen toch? Ja. Ik gooi die patas op de balkon. Ja. Dus nu gooi ik het balkon, bro. Nu ik wil gaan naar boven. Ja. Nu, mijn moeder zegt tegen mij, hé, hey, waar is je patta? Hoe kom je op sokken? Ja. Ze zegt, oh nee, maar met de buren. Ja. Terwijl mijn moeder had gehoord, die chaps, die kaka op balkon ja. Van die patta. Nu moet ze mij van, waar zijn die patas van Gandu? Ik zeg, maar ik weet niet. Nu,
Dan moet ik naar het balkon toe, bro. Ik kom van het balkon, bro. Mijn moeder ging mijn pad aan. Hé, shit. Hij draait al. Je weet niet hoe het gaat, hè. Bro, maar hij is wat minder niet. Kijk daar. Wat is hij? Uit is belangrijk, bro. Ik ken helemaal niks meer in de hapel. Bro, ik ben een echte Afrikaan. Zie je niet? Ik moet nog mijn handen pakken. Zie je niet? Super zelfverzekerd. Kijk even naar mijn broodje. Oké, okay. Ik ga eerlijk zeggen, misschien op presentatie heeft hij me gepakt, maar zeker op smaak en kwaliteit en specialiteit heb ik hem sowieso ingemaakt. Die man, ik weet niet wat hij heeft gedaan, zijn brood is gewoon zwart geworden. Even serieus, maar dat misschien hebben we niet gezien. Hij is gewoon een pannenkoek zoals ik eerder had gezegd. Kom op man, ik ben sowieso back in kitchen. Ik kan geen lasie krijgen, man. Even serieus. Ik ben super zelfverzekerd van mijn zaak en die gaat jeugd, gewoon een kleine jongen. So. Ik zeg je eerlijk, ik ga niet veel praten. Ik weet dat mijn Britten, mijn burger, mijn uit, mijn ei, alles beter is. Man begrijpt niks, hij deed maar wat en zo. Dus we gaan het gewoon zien, man. Jury gaat. Je weet zelf. Jury, yes. Dit is mijn patat. Het is aan nu overgedragen van Soso, Mr. Back in Kitchen. Ben benieuwd. Hier, ik heb het al net een beetje gedaan. Ja. Kunt u even een kleine stop nemen? Nee, ik wil even jullie helpen gewoon. Het is gewoon, het is gewoon een nice green. En dit is mijn presentatie. Ik weet, mijn presentatie is zo aan, maar geloof me, het smaakt. Smaak is het belangrijkste. Ja, die presentatie is wel een beetje slecht al, ik zeg even. Ja, je gaat het burger gewoon snijden, ja? Ja, je moet kijken hoe of die rauw is of niet. Is hij rauw, is hij verbrand, is hij goed gebakken. Maar hij is wel dik. Hij is wel dik. Oké. presentatie is hij sowieso gezakt. Dat weet ik alvast. Verder. De burger is rauw. Maar niet super rauw toch? Hij is niet super rauw. Maar sommige mensen houden van rare. En anderen niet. En ik ben diegene die daar niet van houdt. Ja, daarom, maar daarom is deze kant. Ja, ik ben gewoon af van daar. Hij is lekker. Lieg niet. Wat? Hij is wel een beetje verbrand. Voor wat is verbrandheid? Bro, je zag me stressen daarom toch? Bro. Ja. Maar. Verder, is die niet slecht. Die saus is wel lekker. Ja. Topping is lekker. Die ei proef ik niet. Ik zeg eerlijk, die ei is er, maar ik proef hem niet. Verder, ja, is wel gewoon niet slecht. Oké, okay, Joe. Ja toch. Moe, hè. Goed. Ziet er mooi uit. Als je vaak uit eten gaat, dan kun je die manier van saus zeggen. Ja, ik snap wat je bedoelt. In ieder geval, op presentatie, Ari, sorry. Geen sorry zeggen, dus laat ik maar. Soso, sorry. Maar. Het kan zo zijn dat de smaak van jou wel lekkerder was. Ik ga er niet van uit. We zullen het zien. Ah! Ja! Oh, mijn days! Dit wordt een leuke one! Hij is niet raar, hij praat zo, maar zeg maar terug. Bro, I'm serious, dit is een goede frietje. Nou, pak nog eentje, lekker. Hier, pak een beetje saus, proef die saus, die saus niet proef.
Hij wil geen saus. Kijk hoe ghetto die saus is in mijn. Drink hem niet aan, drink hem niet aan. Saus even, man, hallo. Oké dan. Hé, maar denk niet, maar dat is rood dan bij rood gelopen. Kijk, ik wil gewoon mee, kijk, gewoon. Wauw, kijk die hap hier. Hoor. Oeh. Hij is wel rauw. Dat is die kan ik aan de andere kant proberen. Nee. Andere kant gaan we wat denken. Dit is lastig, hè? Dit is lastig. Maar je proeft die eiland. Nee, oké, maar. Hé, hey, luister. Neem even je tijd om goed na te denken op wie de winnaar is. En dan hoor je het graag van je. Je mag nog knappen nemen. Wat denken jullie? Zeg maar dat jullie. Zo. Ah! Ik wil je bedanken. Hé, hey, wacht broer, je mag zo doen toch? Wacht even. Jury, ik wil je bedanken. Het was echt een leuke video. Ja. Jij bent de slechtste kameraman. Hé, ik ben verkocht. Maar ik hou van je. Yes. Jouw burger was rauw. Maar, was die mijne lekkerder? Nee, kijk, stel je voor, jouw burger was rauw. Ja. En zijn er was ook dat rauw? Is geen probleem. Ja, maar jouw burger is rauw en verbrand. Dus hoe krijg je dat voor elkaar? Toch? Die ding was een beetje moeilijk, bro. En verder, ja, die van hem had wel iets meer smaak. En zijn presentatie was beter. Maar ik zeg je eerlijk, Oza? De friet van jou was veel lekkerder. Oza? Kom niet schelen. Oza? Oké, laten we gaan naar die straf. Ik moet snel vanaf weg. Okay. Die gooi je. Ja? Ja! Hij komt ook nog. Nee! In omlaag! Dat is voor iedereen 93 systeem. Hey, mama! Ja, maar is voor iedereen omlaag. Tishara, kom maar. Nini, iedereen, kom maar. Sweet Beats, coach. Doe echt. Salsa. Yo, leef mijn camera. Doe laag. Ik ga de camera kapot gooien. Oké. Salsa, 93 systeem. Mensen, alsjeblieft, jullie zien wat ik voor jullie doe. Ik heb vallen zak aan, ik heb vieze ei omhoog gekregen. Alsjeblieft, abonneer. Help me naar die 1000 abonnees, help me. Ja? Yes, 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 mensen. Oh mijn god, ik heb gewoon verloren, man. Ik had het niet verwacht. Kleine jongen, maar ik kan niet koken. Oh mijn god. Hé, hey, hoor dan. Ramses, heb je nog wat te zeggen? Ja, natuurlijk. Instagram in de beschrijving. Yes. Ramses is sponsor van Soso, jullie weten het. Movie, Ramses. Grand opening, we gaan overnemen. Yes man, ik heb nog wat te zeggen. Mensen, abonneer op mijn kanaal. 1000 abonnees voor het eind van het jaar. Ik ga ervoor. Help me. Jullie hebben gezien, maar dan kun je niet koken en zo. Kom met help je team. Me, help me, help kom me. Met je team. Abonneer, like en in die comments. Bow, zeg wat. Oké, on to the next.